Ik ben toen gevraagd in het schaduwkabinet staatssecretaris te worden. Dat stoort helemaal aan bij mijn activiteit als hoogleraar Europees recht, ondertussen in Groningen een aantal jaren. En zo ben ik toen eigenlijk ingerold, maar het is nooit een geplande politieke keuze geweest om eerst in de Kamer te gaan en daarna misschien minister te worden. Ik had het prima in Leiden, maar ik vond het andere in Groningen. Maar ik vond het toch wel heel spannend om de kans te krijgen om in de praktijk te werken aan het terrein waar je dus al jarenlang bij betrokken was. Ja. Mijn portefeuille was eigenlijk, werd in die tijd heel technisch gezien. Ja. Ik bedoel, als je over Nederland en Europa praat, dan kun je hele discussies over hebben. Maar in de kern vonden wij altijd belangrijk dat we een grotere markt zouden hebben. Maar we hebben nooit een geopolitieke visie op Europa gehad. Anders dan veel mensen altijd beweren. En dat is nog steeds denk ik een probleem. Maar het betekende dus dat ik als staatssecretaris, vooral als technisch kenner van Europa, erbij kwam. Want het speelde politiek geen rol. Het was ook in het kabinet vooral erg interessant om te zien hoe gaat het met de landbouw en wat is de financiering en dat soort dingen. Maar wat we nu hebben van is het een waardegemeenschap, daar werd eigenlijk heel weinig aandacht aan gegeven. Er was een soort van Europees beraad dat Sam Kaldag had gestart destijds met ook een aantal ambtenaren, Koen Oort bijvoorbeeld. Ja. En Van Lennep, later president van de OECD, secretaris-generaal van de OECD. Maar daar was Schmelz actief. Dus Schmelz was eigenlijk de man die een zekere breuk had met Luns. En Max van der Stoel, daar heb ik het verder heel goed mee gevonden. Hij was natuurlijk de senior en als er dus zware onderwerpen waren, dan ging hij dus ook naar de raad. Maar die was heel erg sterk Atlantisch. Maar hij zag wel het belang van Europa. Je kunt zeggen, Luns stond helemaal aan de Atlantische kant. Schmelz stond vrij sterk aan de Europese kant. En Max was een beetje ertussenin. Ik heb maar met Max één keer een conflict, in ieder geval een discussie gehad. Door toevallige omstandigheden ben ik bij de eerste Europese Raad geweest. Dus keihard staan om het initiatief in het voorjaar van 1974. En toen was net in Den Haag de gijzeling van de Franse ambassadeur geweest door de Japanse, was niet het Rode Leger of zo. Net op dat ogenblik werd de Europese Raad gehouden, de eerste Europese Raad. En Joop kon niet weg, Max kon niet weg, Dries van Acht was vicepremier niet en Binnenlandse Zaken ook niet. Maar goed, Gaius ging er ook nooit heen. Dus ik werd te gek. Ja. Dus de staatssecretaris ging erheen. En ik heb natuurlijk weinig gezegd, maar ik maakte een verslag. Een blauwtje, je maakte op blauwe papier, schreef je aan collega bewindslieden. Dus ik stuurde één kopie aan Max en één aan Joop den Uyl. Ik zei, ik ben het er eigenlijk wel mee eens dat we voortaan 4 keer per jaar een Europese Raad moeten hebben. Ik kreeg van Joop, graag akkoord, goed idee, we gaan daar steun geven. En Max zei, hoe kom je op het idee om dat te doen? Maximaal 2 keer per jaar. Want die wilde natuurlijk eigenlijk helemaal niet dat Den Uyl een rol speelde. En dat was de geschiedenis ook, dat premier speelde geen rol. Als je in retrospect kijkt naar Nederland en Europa, dan kun je zeggen dat de periode, je kunt zeggen globaal wel 58, 89, eigenlijk de meest voor Nederland positieve periode geweest is. Het was het hoogtepunt van de Koude Oorlog. NAVO was er voor de veiligheid, Europa was er voor de economie. En als er een conflict was tussen Europa, tussen de economie en de veiligheid, ging de veiligheid voor. De discussie van is Europa meer dan alleen een markt, is pas eigenlijk van daarna geweest. Mijn grote verwijt aan de Tweede Kamer en de Kamerleden is dat ze eigenlijk heel weinig kennis van zaken hebben en dat ze ook weinig belangstelling hebben om regelmatig naar Europa toe te gaan. Ja. Ik heb dat meegemaakt toen ik eerst Europarlementariër werd. Het aantal keren dat fracties naar Brussel of naar Straatsburg gingen is zeer gering geweest. Ik heb soms ook D66 met haar erbij moeten slepen. En ze iedere keer bij met Hans van Mierlo als fractievoorzitter eerst, kwam het nog wel. Ja. Maar men was ook niet heel erg op de hoogte. Nee. Het was een heel erg technisch, het werd gezien als een technisch onderwerp. Ons zelfbeeld is, wij voldoen aan alle Europese eisen.
helaas voor de anderen, wij zijn een klein beetje beter dan de anderen. Mm-hmm. Ja, een beetje Calvinistische houding. Of je nou katholiek of niet, maar dat is het gevoel. Gelukkig dat wij in Nederland zo zijn. Ja, dat klopt helemaal niet met de realiteit. Zat jij als staatssecretaris bij de ministerraad? Nou, dat is grappig, dat had ik zelf willen zeggen. Dat is, ja, ik heb bij alle ministerraden gezeten en dat was een concessie. Omdat Hans van Mierlo had dus één minister, Hans Gruijters. PPR had er twee. Dan ja, werd toch als nuttig gevonden dat er een tweede bij was. Ik nam daar zelf het woord. Voor mij was het wel nuttig dat ik dus iedere week alle ministers zag. En ook dingen kon regelen bilateraal ter voorbereiding van het Europees beleid. Dat komt verder ook een beetje aan de orde. Maar ik zat dus naast Max van der Stoel. Ik had mijn vaste plaats. Ik zat dus met Max en Jan Pronk. En daarna zat Schouters. Ja. Nou, dat waren eindeloze ministerraden. Er was natuurlijk toch wel een polarisatie. We hadden dus de progressieve tien en de christelijke zes. Mm-hmm. Ja. Dus het was een 10-6. Dus er waren wel heel veel ook schorsingen en onderhandelingen. Wat mij betreft is in die tijd is Dries Beton geboren. Dries was natuurlijk een progressieve minister van Justitie in het kabinet Biesheuvel. Maar Joop was natuurlijk een reuze drammer. Hè? Dan ging het soms tot 12 uur door, soms 1-2 uur. Dan werd er nog wat gedronken na afloop. En ik herinner me heel, heel goed een gebeurtenis. Overdag ergens was er een onderwerp over justitie geweest en dan had Dries natuurlijk het woord gevoerd. Maar bij de borrel om een uur of twee 's avonds. Vond Joop het toch nodig tegen die zei, ja, je zei dat is artikel 323, maar het was eigenlijk 338. En dan zag je Dries inzakken. Ja, mijn god, ook dat nog. Ja. Het was anders gelopen, daar ben ik absoluut van overtuigd. Ja. Als Joop iets meer gevoel had hoe je met Dries moest omgaan. Ik kwam een beetje als een technische staatssecretaris, dat was evident. En ja, omdat je langzaam een zeker vertrouwen had en omdat er ook weinig ministers veel naar Brussel gingen. Maar dus eigenlijk omdat veel van de andere vakministers minder belangstelling of affiniteit met het Europese hadden, daardoor werd jouw onderwerpen breder. Ja. En natuurlijk, als het over energiepolitiek ging Ruud Lubbers deed natuurlijk de economische zaken. Maar doordat hij de rol van voorzitter van de coördinatiecommissie verloren had, althans EZ dat niet langer deed, was zijn belangstelling niet groot daarvoor. En hij had voldoende andere dingen. Mm-hmm. Want hij moest natuurlijk ook voor zorgen dat hij in het kabinet met Job een positie kon houden. Ja. En ik had verder een goede relatie met hem, dus het was ook niet zo dat er dan een spanning was van god, er gaat een andere met mijn problemen aan de haal. Ja. Dus ik heb achteraf gezien eigenlijk een hele positieve ervaring overgehouden aan die periode. Ja. Dus morgen is om 9 uur een stafvergadering. Of een direct gesprek met de minister of een stafvergadering. Ik zat die coördinatiecommissie voor, dus één keer per week coördinatiecommissie in de grote zaal, het oude BZ op het plein. Mm-hmm. En daar waren andere ministeries, op het niveau altijd van directeur-generaal. Ja, dan heel veel ontvangst, ambassadeurs, maar ook gesprekken met bijvoorbeeld EZ, want ik deed ook de Benelux. Ik deed ook luchtvaart en milieu. Dus de gebruikelijke ambtelijke gesprekken of gesprekken met mensen die kwamen informeren. Ik was natuurlijk nogal vaak weg. Ik denk dat ik in die zin atypisch was. Dat ik toch wel vaak 2 dagen per week in het buitenland doorbracht. Het was ook ik vind het ook. De rol van de staatssecretaris eigenlijk is, dat heb ik in de latere jaren toen ik minister werd, tegen mijn staatssecretaris, een staatssecretaris is eigenlijk een minister in opleiding. Mijn opvatting over het ministerschap, maar en dan komen we misschien verder over te spreken, is toch dat de minister leiding geeft aan het hele politieke proces waar het ministerie mee te maken heeft. En ik heb het vaak onzinnig gevonden dat gesuggereerd werd, bijvoorbeeld met
weet zo weer, de oud-minister van Verkeer, die oplossing het wegvervoer en treinproblemen uit de weg gingen, dat staatssecretaris dat deed. Mijn grote verwijt aan de Tweede Kamer in de Kamerleden is ja, dat ze eigenlijk heel weinig kennis van zaken hebben en dat ze ook weinig belangstelling hebben om regelmatig naar Europa toe te gaan. Ja. Ik heb dat meegemaakt toen ik eerst Europarlementariër werd. Het aantal keren dat fracties naar Brussel of naar Straatsburg gingen is zeer gering geweest. Ik heb soms ook D66'ers met haar erbij moeten slepen. En ze iedere keer bij met Hans van Mierlo als fractievoorzitter eerst, kwam het nog wel. Ja. Maar men was ook niet heel erg op de hoogte. Nee. Het was een heel erg technisch, het werd gezien als een technisch onderwerp. Ja. Hoe verklaar je dat? Nou, ik verklaar het dat Nederland nooit een geopolitieke visie op Europa heeft gehad. En daar plukken we nu de zure vruchten van, de warme vruchten van. Ik ben toen 5, 6 jaar in Praag gebleven en daar ben ik veel politieker geworden. Want wij waren dus een groeiende fractie. We waren bijna op nul in 74, 75. We hebben toch 8 zetels gehad. Dan ging ik van 8 naar 17. Mm-hmm. En de taakverdeling was simpel. Jan Terlouw deed het binnenland, ik deed het buitenland. En ik deed ook nog de constitutionele dingen. Dus ik heb de grondwet gedaan onder andere. Dus, mijn politisering heeft zich eigenlijk afgespeeld na het staatssecretariaat. Ja. En toen ik dus overwegende niet opvolger van Jan Terlouw wilde worden, zelfkennis is toch ook langzamerhand iets. Ik dacht, ik heb te weinig uitstraling die een Hans van Mierlo had en Jan Terlouw zeker ook. Dan moet je weggaan. En toen ben ik weggegaan. Ik had weliswaar weinig ervaring met landbouw, maar ik had dus wel, ik was budgetrapporteur geweest in Brussel, dus de financiële kant van landbouw kende ik. En ik had natuurlijk algemeen een brede ervaring. Dus ik ging daar ook veel ontspannen in, toen ik iemand besloot van oké, want D66 moest op korte termijn iemand hebben. In de fractie was er verder niemand. Dus ik heb er ook niet heel lang over nagedacht, maar ik wist wel, ik kan het op een onafhankelijke manier doen. En ik denk dat een heel belangrijk groot verschil is, als je op je 30ste of je 35ste staatssecretaris bent, dan werk je naar een carrière toe. En dan wil je ook wel zorgen dat je dus niet al te veel conflictueuze relaties krijgt, of wat ik maar. Maar omdat ik nooit een politieke carrière had nagestreefd to begin with, was dat nog veel sterker toen ik 62 was. Ik was in 1962. En dan moest de klus worden geklaard. Ja. Dus die benadering maakte ook dat ik mij ook in het kabinet nogal onafhankelijk kon opstellen. Jimmy Joustra was toen secretaris-generaal. Die had jarenlang voor alle mogelijke andere boerenministers gewerkt. Maar ik heb eigenlijk vanaf het begin een hele goede relatie met hem gehad. Want ik denk dat Jimmy, naast vele andere kwaliteiten, hij wel zag dat de landbouw moest veranderen. De intensieve landbouw waar we nog steeds mee worstelen. Had veroorzaakt de varkenspest, de dioxinecrisis, de gekke koeienziekte en de MKZ. In mijn 3,5 jaar heb ik 4 crisis meegemaakt. Die varkenspest had enorm veel gevolgen voor de toekomst van die varkensbeweging. Nou, de gekke koeienziekte, eigenlijk idem dito. En de zwaarste crisis was de MKZ. Dus mijn periode is gekenmerkt door het beheersen van crisis. Die boeren vonden dat niet leuk. Er waren bijna iedere dag stukken in de krant over Brinkhorst. Ik heb natuurlijk soms ook wel wat provocerend opgetreden. Ik denk dat ik dat wel gezegd moet worden. Maar de facto was het de enige manier te doen. En ik ben heel erg gesteund, ook bijvoorbeeld door Chippen, maar ook door de veeartsenijkant dimensie. Dus er is nooit naar mijn gevoel enige spanning geweest in het apparaat. En dat stelde mij in staat om inderdaad een vrij consequente en vrij harde politiek te voeren. Ja. Ik wilde heel gauw kennis maken met die sector. Ja. Dus ik ben meteen naar een gesloten varkensboerderij gegaan.
En daar stond meteen natuurlijk een journalist mee op te wachten daarna en zeggen van wat is uw ervaring? Ik zei, nou, als je, het lijkt net een chemische fabriek. Dit verschil is dit, als jij in een chemische fabriek naar binnen gaat, dan moet je een pak aantrekken om jezelf te beschermen. Als je bij een gesloten varkenshouderij naar binnen gaat, moet je omkleden om de varkens te beschermen. Mm-hmm. Ja, meteen de volgende dag, Brinkhorst provoceert de boeren. Toen ik aantrad, toen was een van de mensen van de milieuorganisatie, zei ja, weet je wat het overschot aan mest is? Nou, dat is de provincie Utrecht, 1 meter. Mm-hmm. Nou, dat heeft een enorm beeld. Dus ik vertel dat op de, ik zei, ik ben ervoor om die mest terug te brengen. Ja. Toen bleek dat het niet de provincie Utrecht, maar de stad Utrecht was. Mm. Dus meteen zei ze, schandelijk, zie je wel, Brinkhorst bewust aan het provoceren. Ja. Dat was in dit geval niet het geval. Ik zei, ja, nee, maar ook de stad Utrecht, 1 meter dik, is nog een heleboel stond. Ja. Dus begrijp je, zo ging die discussie. Dus het moment dat je geconfronteerd wordt met besmetting, is er maar één ding dat je moet doen, te zorgen dat het zich niet uitbreidt. Ja. Nou, we hadden een week of zo daarvoor gehoord, het kwam uiteindelijk uit Engeland via Frankrijk. En het is in Oene, in Overijssel, die naam die staat ervoor. Ja. En dat als de eerste keer dat gebeurt, dan is er meteen een regel, want de veterinaire dienst heeft dus een aantal spelregels, dat een kilometer om een boerderij heen alles geruimd moet worden. Alles wat dus eenhoevig is. Als dan vervolgens blijkt, een dag of 2 dagen later, dat voorbij die cirkel van 1 kilometer een andere boerderij is, dan moet je dus een nieuwe cirkel maken. Ja. Nou, en zo loop je een aantal dagen achter de feiten aan. En op een goed ogenblik, en dat is een beslissend moment geweest, hadden we een stafvergadering. En daar was Tjibbe, dat was de directeur van Kalde. Chris Kalde was toen DG. Andere DG die nog op andere ministeries gezeten heeft, was Chris Kalde en Johan de Leeuw. Toen was de discussie, we moeten zorgen dat we een volgende grens maken die voorbij, veel verder voorbij is. Het cruciale wat ik natuurlijk het meest me herinner is dat we besloten dat aan de ene kant de IJssel, aan de andere kant de spoorlijn Utrecht-Arnhem en aan de andere kant de Hoge Veluwe. Ja. Die driehoek, alle dieren, koeien, schapen, geiten, moesten worden afgemaakt. Ja. Dat waren dus 300.000, geloof ik, 500.000. En dat is met militaire middelen ook afgewerkt. Ik heb dat niet met natuurlijk vreugde gedaan, maar ik denk dat ik in staat was om ook mentaal overeind te blijven. Omdat A, met de meest betrokkenen we daar volstrekte consensus hadden. Yeah. En B, het ging over het overleven van die sector. Yeah. En het gekke is dat de toenmalige voorzitter van LTO Nederland, latere dijkgraaf, Gerard, was het eigenlijk daarmee eens. Hij had een hele moeilijke rol, hij heeft mij altijd heel loyaal verdedigd. Hij zei, ja, hij heeft het soms een beetje wat provoceerd, wat te hard en dit en dat, maar ik sta er wel achter. Ik zat er toen weer met Hans van Mierlo. Toen zei ik weer helemaal gek om daar iemand te nemen die niet bekend is. Er zit Zalm, zit daar. Er zitten andere zwaargewichten. Je moet iemand hebben die op kan tegen hun. Zo ben ik tot geworden. Ja. Ik heb daar toen ja op gezegd, omdat ik toch die ervaring had gehad weer van 3-4 jaar. En ik had toen nog een zekere bekendheid in Nederland als D66. En als D66 meedoet, daaraan, ja, dan is in ieder geval in die sfeer de kans dat hij niet onderuit gaat. Het is, wat mijn eigen herinnering betreft, heel duidelijk een kabinet dat toch een combinatie van marktwerking en overheidswerk naar voren bracht. Mijn slogan was altijd sterke markt, sterke overheid. Mm-hmm. Dus ik kon me aan de ene kant verenigen met de bezuinigingsbenaderingen van Zalm. Mm-hmm. Aan de andere kant proberen economisch dingen
gang te brengen. We hebben de groeibrief gesproken, geschreven, uit de Geus en ik. De eerste discussie vond plaats over hoe ver moeten we gaan liberaliseren of niet. Door mijn Europese ervaring heb ik de hele energiemarkt geliberaliseerd. Met enorme discussies die geweest zijn van moet het doorgaan of niet. Dus ik heb over het functioneren van dat kabinet toch een wat, ja, wat bredere visie dan het kabinet waar ik daarvoor in had gezeten. Waar ik heel erg geconcentreerd was op die crisis. Mm-hmm. En ik had nu veel meer verantwoordelijkheid voor het geheel. Daar gelaten was dat allemaal goede benaderingen waren. Maar mijn eigen ervaring was dat het eigenlijk een kabinet was dat nodig was in die periode. We hebben er natuurlijk heel veel over gediscussieerd. Ik denk dat hij voor zichzelf niet anders kon. Omdat hij toch duidelijk mede in dat kabinet was gaan zitten. Omdat D66 op het terrein van constitutionele hervormingen iets tot stand wilde brengen. Mm-hmm. En hij is ook weliswaar, hij was vicepremier, maar hij was minister zonder portefeuille op Binnenlandse Zaken. Maar met dit als kernterrein. Ja. En als dat werd afgeschoten, ik vond het schandelijk. Ik heb toen heel harde uitspraken gedaan, ook weer een keer. Meestal ben ik inderdaad gematigd, Ligeert van Tern. Ja. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Eens een rat, altijd een rat. Ik heb mezelf best wel afgevraagd of ik ook had zullen aftreden of niet. En ik ben er niet helemaal uit, want ik heb de details niet in. Ik denk dat hij op 1 of 2 punten misschien in iets andere lijn had kunnen volgen, waardoor hij dus sterkere steun had gekregen. En dan was het misschien niet gebeurd. Wat ik mezelf kwalijk neem persoonlijk is dat ik dat te laat heb zien aankomen. Het was natuurlijk ook zo dat we waren met 3, met 2 ministers in het kabinet en met 1 staatssecretaris. Dat was natuurlijk een minimale bezetting. Je moest op heel veel fronten schaken. En ik moest me met allemaal terreinen bezighouden daarnaast. Dat was anders dan in de tijd van landbouw natuurlijk. Ja. Naast mijn eigen portefeuille. Maar ik heb dus iets te laat zien aankomen. Tom en ik hebben natuurlijk veel contact over gehad. En dus weer helemaal oké. Want er was toen ook natuurlijk de discussie, moet D66 als geheel niet terugtreden. Nou, dat vond ik te ver gaan, omdat het niet veroorzaakt was door het kabinet. Kijk, als of de VVD of het CDA uiteindelijk tegen had gestemd, ja, dan had je een legitimatie. Dan zeg je, waarom zit je in zo'n kabinet? Maar het was een oppositiepartij. Voor mij, maar dat zal in algemene zin, ik praat nog niet speciaal van landbouw, is een minister iemand die toch moet beginnen een visie te hebben op de sector waar hij mee bezig is. Mijn ervaring is dat te vaak ministers pas aan het eind van de periode erachter komen wat dat eigenlijk was. Mm-hmm. En daarmee krijg je dan meteen ook de discussie met het ambtelijk apparaat. Dus een zekere visie. En het vermogen om te inspireren, waardoor je dus consensus krijgt, maar niet uit de weg gaan, om op een goed moment toch, gebaseerd op je kennis en gebaseerd uiteraard op goede ambtelijke voorbereiding, jouw richting in de Kamer door te krijgen. Maar in ieder geval, ik had wel een eigen input. Bij landbouw was dat, omdat ik vond dat die intensieve landbouw terug moest. Ik had ervaring van budgettaire kwesties, ik had een Europese visie. Dus het hangt ervan af waar je affiniteit toe hebt. Ik vind, je hoeft niet een specialist te zijn. En vandaar dat ik zeg, het verschil tussen mijn eerste periode en daarna is enorm groot. Omdat je als mens en als ervaringen opdoet. Maar het is belangrijk dat je niet alleen maar uit ambitie minister wilt worden. Een echte vakminister loopt het grote risico dat hij inderdaad zich als een super DG gaat gedragen. En dat is hij niet. Want als je helemaal geen politieke ervaring had, als ik niet na mijn 4,5 jaar staatssecretaris
5,5 jaar in de Kamer had gezeten, waarvan nog een anderhalf jaar staatssecretaris, anderhalf jaar fractievoorzitter, dan denk ik dat ik niet die stap zoveel jaar later gedaan had. Want hoe dan ook, iemand die politieke kamerervaring heeft, wordt anders behandeld. Ja. Dat zie je met een opstelte, een andere. Als je totaal als vreemde erin komt, dan gaat er gewoon de beuk in. Dus het hebben van die ervaring is essentieel om aan te vullen het gebrek aan kennis. Maar een echte vakminister loopt het risico dat hij zich gaat gedragen als een topambtenaar. Ja. En dat wordt ook gauw ervaren, want je moet ook weten waar je marges liggen. Uit wat ik gezegd heb, blijkt dat ik vind dat mensen zelf beslissingen moeten nemen. Maar ik denk dat ik zou zeggen, elementen die relevant zijn, is dat je kunt delegeren, dat je niet alles zelf wil doen, en dat je ook kunt selecteren, en dat je dus gewoon bepaalde dingen zegt van nou, daar zit te weinig elementen in waar ik me moet bezighouden, dat kunnen best anderen doen, dus dat is ook een stukje ruimte scheppen. Heel belangrijk dat je de grenzen ook ziet van wat een minister kan doen. Je bent voor 4 jaar, soms nu zelfs 3,5 jaar, en daar kun je niet heel veel meer doen. En zoals we iets van een eigen agenda hebben, is belangrijk om toch ergens een stukje vernieuwing te kunnen inbrengen. Ik denk dat de internationalisering is toegenomen en dat er bijna geen terrein is waar je niet ook die internationale dimensie moet zien. Ja, en ik denk dat het is een hardere samenleving, want het woord populisme moet dan even vallen. Duidelijk terug willen naar een andere wereld, wat dus heel sterk bij een vorm voor democratie, bij zo'n Trump en zo, dat staat in de weg aan toch de multilaterale structuren die we gekregen hebben. En als je dat niet goed in balans zit te houden, ja, dan word je heel gauw een gevangene van een richting van de samenleving, ja, die samenleving kwetsbaar maakt. Wat mij betreft is ook het inzien dat Nederlandse identiteit heel pluriform geworden is, belangrijk om te zorgen dat je namens alle Nederlanders spreekt. Daar zie ik grote gevaren in.